We staan hier bij een nieuw tetraploïd Engels raaigas, genaamd Explosion. Het wordt gekenmerkt door een hele hoge opbrengst in de eerste snede, gewaardeerd met 112. En het gemiddelde over het hele jaar is 104, voor zowel maaien als bewijden. Naast de hele hoge opbrengst in de eerste snede en ook over het hele jaar, heeft het ook een bovengemiddelde waardering voor kroonroestresistentie en standvastigheid. Explosion heeft een erg hoog suikergehalte en ook een erg hoge celwandverteerbaarheid. Daardoor komt de celinhoud eerder vrij en kan de koe meer opnemen en hierdoor zal hij ook meer melk kunnen geven. De hoge suiker heeft als voordeel, naast de hoge voederwaarde, dat het ook beter is voor de conservering. De celwandverteerbaarheid heeft niet alleen als voordeel dat de vemwaarde omhoog gaat, maar ook dat er minder methaan wordt uitgestoten en de kringloop efficiënter wordt benut, omdat de koe sneller bij de celinhoud van het product kan.